daarvoor kun je net als ik gewichtjes gebruiken. Deze zijn 2,5 kilo. Je kan ook 2 of heel wat lichter. Of wat zwaarder uiteraard ook. En je kan natuurlijk ook gewoon flesjes gebruiken als je geen gewichtjes hebt. Met water zijn ze wat lichter. Doe je er zand in, worden ze weer wat zwaarder. Dus kies je optie en begin altijd licht. Als je lang niks gedaan hebt, begin licht en bouw het rustig op. He, dan voorkom je blessures en dan kun je lang blijven trainen en dan word je steeds sterker. Dat is het allerbeste doen en de juiste volgorde. Oké, we beginnen met de onderrug. Kom met je voeten heupbreed te staan. Schouders mooi naar achter, je borst til je op. En dan ga je naar voren en omhoog. Naar voren en omhoog. Train de onderrug. Maak je rug mooi recht, ook je bovenrug. Dus je borst duw je tussen je armen door naar voren, ja? Ja, heel mooi. In is in, kijk naar beneden. En je gewichtjes gaan gewoon langs je benen naar beneden. Doen we nog 8. 7. 6. 5. Ja, goed zo. Nog 4. 3. 2. Je kijkt altijd gewoon naar beneden, kin is in. 1. En nu gaan we roeien. Knieën, navel, knieën en omhoog. Knieën, navel, knieën en omhoog. Ook weer goed naar voren. Rug mooi recht. En breng je gewichtjes richting je navel. In lijn met je navel. Ja? Heel goed. Trekken en terug. Dus nu trainen we niet alleen de onderrug, maar ook de bovenrug. Dus tussen je schouderbladen. Ja, heel goed. Netjes. En nu pakken we die onderrug dus ook nog steeds erbij. Netjes. Doen we nog 4 keer. Nog 3 keer. Nog 2 keer. En de laatste. En nu doen we die armen wijd. Dus je gaat laag. En een fly maken we dan. Voren. En nu wijs je handpalmen juist naar binnen. En zorg dat je duim omhoog wijst. Dat je schouderbladen mooi open draait. En je schouder mooi naar achter. En wat ook heel belangrijk is, schouders weg van je nek. Dus je nek zo lang mogelijk maken, kin is in. Heel goed. Ja. Knijp onderin tussen je schouderbladen. Doe nog 8 keer. 8. 7. 6. Ja, goed zo. 5. Nog 4. Nog 3. Nog 2. En dan gaan we die 2 combineren, ja? Nog 1. Dus we gaan combineren, roeien en fly. Dus we gaan naar beneden, roeien en omhoog. Naar beneden, fly en omhoog. Hier, roeien en omhoog en een fly. De officiële naam is een dead row, deze. En een fly. Deze doen allebei voor je rug. Zoals ik al eerder had aangegeven. Ja, heel goed. Doen we die combinatie nog 4 keer. Nog 4. En omhoog. Nog 3. En omhoog. Kin blijft mooi in, hè. Kijk naar beneden. Nog 2. En de laatste. En nu gaan we opzij. Voel je een schuine buik. Maak je goed lang. En wil je zwaarder, dan doe je 2 gewichtjes aan 1 kant. Dus de kracht zit hem in het gewichtje optillen. Ja, al je gewichten optillen. Breng je hand richting je zijkant van je. Ja, heel goed. Nog 8. 8. 7. 6. 5. Nog 4 keer. 4. 3. 2. En nu buig je voorover. Doe je 1 arm als het gaat. 2 gewichten in 1 hand. Trekken. Zo wordt het roeien met 1 arm. En dan wordt het een stuk zwaarder. En belangrijk is, weer goed je rug recht. Bovenrug recht. En klem je elleboog richting je lichaam. Heel goed. Netjes. Kun je er nog 8? Doen we met elkaar nog 8. Nog 8. 7. 6.
van je buik, hè. 5, 4, 3, 2. En dan gaan we naar de andere kant. Eerst weer naar die schuiver. Laag en. Trek je gewichtjes omhoog. Ja, deze kant. Netjes. Breng je handen richting je zijknie. Ga door, nog 8, 7, 6, 5. Goed zo. Nog 4, 3, 2. En buig naar voren. Gaan we met één arm weer roeien met je andere arm. Arm goed opzij, dit is waar mag je hem ook langs je lichaam laten hangen. Elleboog goed smal, keer eens in. Heel goed. Dus blijf goed naar voren, rug mooi recht, borst vooruit. Ja, netjes. Gaan we voor de laatste 8 samen. Nog 8, 7, 6, 5. Nog 4 keer. 4. 3, 2, 1. En kom omhoog. Pak ze weer in beide handen. Gaan we voor de benen. Squatten. Ja, billen achter en omlaag. En dan nemen we die gewichtjes mee omhoog. Dan pakken we ook die schouders erbij. Ook nog. Laag. Dus we trainen de benen en de schouders. En natuurlijk bij alle staande oefeningen ook je buik. Je core moet altijd geactiveerd zijn, dus je buikspieren. Ja, heel goed. Netjes. Nog 8, 7, 6, 5, kom op. 4, billen laag. 3, 2, en blijf laag. Gewichtjes hier, schouders naar achter, borst op. En wil je zwaarder, doe je 2 gewichtjes. Kost het wat meer kracht voor je rug. Dus goed je rug naar achter, borst op. En je billen nog een stukje lager. Nog 8, 7, 6, 5. Kun je nog lager? 4, 3, 2. En kom omhoog. Stap je met je rechtervoet uit. En dan gaan we lunges doen. Laag. 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 Goed zo. Borst is op, voorste knie is naar buiten en allebei je knieën mooi 90 graden. Gewicht laten we nu nog van je nu even hangen. 3, 2 en dan neem je zo meteen weer omhoog. Dan weer laag en weer omhoog. Laag en weer omhoog. Laag, laag. Nog 4 keer. 4, 3, 2, 1. En we blijven laag. Doen we zij op. Terug en neer. Dus je elleboog opzij, op voor je schouders, de achterkant van je schouderbladen. Heel goed. Doen we nog 4 keer. Kan je nog iets lager zakken? 4. Netjes. Nog 3. Nog 2. Blijf laag. En de laatste. En dan wisselen we van been. Zet je andere voet achter. Kom weer laag. Ga weer op. En terug. Rotate race noemen we dit. Rotate race. Zij. Op. En van opzij zitten zo uit. Heel goed. Nog 4. Nog 3. Netjes. Laag. Nog 2. Kun je nog lager? 1. Doen we laatste 8. Laag. 8. 7. Ja, netjes. 6. Nog 5 keer. Kom op, je kan het. Ja, nog 4. 4. Als je spieren moe beginnen te worden, dan gebeurt er echt iets. Dus probeer tot spiervermoeidheid te trainen. Nog 2 keer. En de laatste. Heel goed. Oké. Dan gaan we even naar de borst. Dus mag je gaan liggen. Je hebt geen matje nodig. Kan natuurlijk wel als je dat fijner vindt. En dan doe je open en dicht. Open en dicht. Open en dicht. Dus fly hem andersom. Dus nu pak je die borst. Open en dicht. Open en dicht.
En zorg dat je gewrichtjes net niet helemaal de grond raken. Schouders weg van je oren. En duimen wijzen omhoog als je naar beneden gaat. En dan open je mooi die schouders, beter voor je schouder, ja? Van 8, 7. Vind je dit te zwaar? 6, 5. We hebben een lichtere variant, die ga ik zo doen. 4, 3, 2. En de laatste. Nu doen we met gebogen armen. Handpalmen naar je voeten en dan op elleboog naar buiten en omhoog, ja? Dus tik je elleboog naar de grond en omhoog. En goed boven je borst die gewichtjes. Schouders weg van je oren en die gewichtjes goed boven je borst. Hier voel je veel meer je schouders en hier voel je meer je borst. Doe nog 8, 7. Gewichtjes mogen gewoon tegen elkaar komen. 6, 5, 4, 3, 2. En dan doen we weer even die fly. Gaan we 8. Dit is dus zwaar. Vind je dit zwaar? Ga even terug naar je andere. Ja? Nog 4 keer. 4. 3, 2, en de laatste. En dan gaan we in het gebogen armen. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. En oké. Kom je omhoog. En dan gaan we naar de biceps. Kom je om en om. Op. Ja, heel goed. Dus je armen draaien in. Om en om. Dus je handpalm draait in. En die gaat weer recht naar beneden. In en recht naar beneden. Nog 4. 3. 2. 1. En nu 2 armen tegelijk. 8. 7. 6. 5. Nog 4 keer. 4. 3. 2, 1, en nu hou je kleine stukjes laag, kleine stukjes. Goed je borst op, schouders naar achter, altijd goede mooie trotse houding. En isoleer die biceps, doe goed je elleboog in je zij te drukken. Ga 8 kleine stukjes, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, en gaan we een combinatie. Om en om. En nu gaan we 2 handen tegelijk omhoog. En dan kleine stukjes. Kleine stukjes. Ja, heel goed. Borst weer goed op. Schouders naar achteren en laag. En nog een keer. Om en om. Ah. Ja, goed zo. En nu 2 armen tegelijk. 2 armen tegelijk. Ja, netjes. Goed je ellebogen in je zij. Kleine stukjes. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 en laag. En nu pak je 2 gewichtjes. Vind je het te zwaar? Pak je er eentje. Breng je handen hoog. En dan gaan we vanuit hier alleen je armen buigen. Je elleboog vanuit je elleboog. Ja? Tricep extension. Kom maar laag. Vanuit je heup strek je met kracht naar achter. Ja? Heel goed.
Netjes. Mooie rechte rug. Buik span je altijd aan. Nog 8 keer. 8. 7. Dus tot hier, hè. 6. 5. Strek met kracht. Nog 4. 3. 2. 1. En oké. Heel goed. Doen we nog een kleine voor je buik. Buig. En dan gaan we zij. Voor je schuine buikspieren. Vind je dit zwaar met tegenwicht? Leg er eentje weg. Ja? Ja, goed je schouders draaien. Nog 8. Maak je lang. 7. 6. 5. Nog 4 keer. 4. 3. 2. En nu strek je arm uit. Gaan we. 8 keer. 8. 7. 6. 5. Krachtig uit en in. 4. 3. 2. En de laatste. En heel goed. Leg je rechtjes neer. Dus we hebben de benen gedaan. Buik, rug, schouders, borst, alles. Stretch even goed je borst. En stretch je rug. Maak je rug mooi bol. En stretch je bovenbenen. Netjes, nu leuntjes. Doe je heup naar voren en je knie naar achter. Heel mooi. En wissel aan de andere kant. Dus heb je spierpijn, kun je tussendoor ook altijd even stretchen. Dus als je morgen of overmorgen wat meer spierpijn hebt, pak je die stretchoefening er wel even bij. En dan schud je even lekker in de rugras. Heel goed. En een heel hartelijk applaus voor jezelf. Tot de volgende keer.